We lopen nu op de middenberm van de in- en uitrit van de Maastunnel, zuidzijde. Prachtige gebouw van de AVR, onze rechterhand. En we zijn op weg naar een stadstomaat. Beschermd door een lantaarnpaal groeit hier een tomatenplant, de zoveelste. Vandaag met kleinzoon Simon naar de dakakker van het schieblok. We gaan kijken hoe het gewas er inmiddels bij staat. Op woensdagen om de 2 weken kan er ook geluncht worden. Simon, het café is open. We gaan eens even binnenkijken. En we zijn bij Tanja Koning van de Rotterdamse Zalenbibliotheek. Zo, goede spruitjes. En het werkt. Hun slogan, geen woorden, maar zaden. Ja, het bewaren van zaden is het behouden van je onafhankelijkheid op het moment dat de pleuris uitbreekt. Maar eerst even kijken hoe de dakakker de storm heeft doorstaan. Gezellig, kijk, spinazie. Oh, dat kan niet. Ja, dat mag je planten september. September, zelfs 1 september. Met de storm. Nou, alles is blijven staan, zelfs onze mooie kersenboom. De vogelsverschrikkers, die hangen er een beetje wankel bij, maar tot zover. Iedereen is blijven staan. En ja, ik weet niet, de vogels hebben meer schutting gehad dan storm hier, denk ik. Ja. En ja, wat wel nog leuk is, voor de storm werd hier gefilmd voor het Nationaal Groenfonds. Want ze komen in aanmerking voor de Natuurprijs 2013. Leuk, hè? Wat hier bloeit? Rucola. De laatste rucola. Ja. Ziet er mooi uit zo, joh. En die bloemetjes ken je toch ook wel, of niet? Die kun je eten, hè? Dat is heel mooi op je sla, maar het smaakt ook nog heerlijk. Het is een bloemetje, denkt hij. Nee, maar ja, hij heeft het geleerd om aan bloemetjes te ruiken, maar niet om ze te eten. Nee. Nou, kop later. Ik zie frambozen. Hey, ja. Simon, we gaan een framboosje plukken. Ja, doe maar. Wacht. Ze zijn nog lekker, hè? Wat is een goede? Ik denk deze, of hij is nog iets te hard, ik weet het niet. Hij moet altijd even wennen. En hij wil het zelf doen. Kijk eens. Oh. De framboos gaat er bij ieder kind wel in, hoor. Hé, hey, Simon. De lunchgerechten worden zoveel mogelijk bereid uit groenten en kruiden van de dakakker. Ja, hier. Ik heb hier bijvoorbeeld nog verveine. Wat is dat? Verveine is, ja, dat is ook een kruiden eigenlijk. En, vers is het heel lekker door de thee, maar ook gedroogd kun je het. Als je dit nu weer met kokend water aanmaakt, dan krijgt hij weer de hele pang frisse geur. Hallo! Ja, ik ga nu door. Ja, nee, ik ga door met de klanten. Ik word hier gefilmd. Oké, kijk aan. Hallo, hi. Sander. Valerie. Hoi. Hey. Wat heb je? Tadaa! The menu. We hebben een hartige cake taart van broccoli, aardpeer, zongedroogde tomaten, uitjes. Er zit een heel klein beetje geitenkaas in. Weet je precies wat je worden wil? Zoek maar, hè? Hey! Thank you.
De volgende lunch met Valérie op de dakakker is woensdag 13 november vanaf 12 uur. In het Museumpark tijdens het Foodfestival stond de Rotterdamse Zadenbibliotheek in een markant bouwsel. Hoe noem je dat nu? Een dom of zo? Ja, je noemt het een dom. Ja. En daar zit je. Ja. Van, ja. Ja. Zaden. Zaden. Ja. Hoe werkt het? Het werkt als volgt. Het is een soort ruilsysteem, maar het is ook een echte bibliotheek. Dus mensen lopen hier binnen, krijgen van ons een verhaal over wat een zadenbiep is überhaupt. In Anglo-Saxische landen is een zadenbiep veel beter ingevoerd, in principe als in Nederland. Het is een plek waar traditioneel rond deze tijd zaden worden binnengebracht, gedroogd en bewaard voor een volgend jaar. Dat is hoe het jaren gegaan is voordat we dit soort zakjes hadden met zaden erin. Mensen kunnen lid worden, dat kost €5. En ze krijgen van ons een vragenlijst over welke groenten ze fijn vinden, welke groenten zichzelf mee vergelijken ook. Onder welke omstandigheden ze de groenten kunnen laten groeien. Want als je op een klein balkonnetje zit, is een hele grote pompoen of een rode kool misschien niet het goede idee. Ze krijgen van ons dan 2 zaden mee. Die gaan ze opkweken in het volgende seizoen. En daar gaan ze lekker van eten in eerste instantie. En in tweede instantie vragen we hen om een klein stukje te laten doorschieten. De helft van de zaden daarvan, die komen terug in de bibliotheek en worden geruild voor een nieuw setje voor een volgend seizoen. Dus als je slim bent, heb je in je tweede seizoen 4 verschillende soorten groentes of fruit die je kunt kweken. Dat is het principe. En we zijn nu bijna 5 weken bezig. We hebben 250 leden inmiddels. Niet alleen uit Rotterdam, want we hebben het over een Rotterdamse zadenbibliotheek. Maar wij dachten, iedereen die groenten wil kweken is welkom. Inmiddels zijn er 10 mensen lid in Amsterdam. Waardoor je daar al een collectie van 20 zaden hebt. Waardoor die mensen eigenlijk zelf al een zadenbibliotheek zouden kunnen gaan beginnen. Dit zijn radijszaadjes. En die zitten met een stuk of 12 zitten ze hierin. Een beetje ongelijk verdeeld. Een boontje zit heel mooi in een soort in een rijtje met z'n allen. En deze zit wat meer verdeeld over het vruchtje. Met van die kleine zaadjes, dan is zo gedoe om ze op de goede afstand te krijgen. Want dan komen ze al op hoopjes. Ja, ja. En dan kunnen de radijsjes niet groeien. Ja. Heb je daar trucjes voor? Ja, daar heb je trucjes voor. Je kunt namelijk een beetje schelpenzand of zelfs suiker nemen. Daarmee dat vermeng je met de zaden. En dan vouw je, bij wijze van spreken kan je papieren vliegtuigje vouwen. Maar je kan nog gewoon een gootje vouwen van papier. En dan schud je ze er langzaam in. Maar doordat er zand tussen zit, is dat zaad wat beter vermengd. Ja. En heb je dus wel het gevoel dat je iets aan het gieten bent. Maar heb je niet in één klap zeg maar al die zaadjes zo, erin gevliegen. Op zo'n kluisje, zoals ze nu hier zoals liggen. Zoals ze nu hier liggen, ja. Ja, want dan wordt het nooit fatsoenlijke radijzen. Nee. Wat hier nou gebeurt bij de biep is het uitwisselen van zaden, vermeerderen enzovoort. Ja. Er zijn grote firma's die zaden produceren, die die zaden zelf ontwikkelen en patenteren. Ja. Die zijn hier heel erg op tegen. Die proberen zelfs in Brussel regelgeving voor elkaar te krijgen om jou en mij te verbieden ons eigen zaad te ontwikkelen en te verspreiden. Ja, dat wordt gezegd en het is niet helemaal waar. Die regelgeving van de EU, en nogmaals, ik ben niet de expert, is vooral een poging geweest om al die regels die in al die Europese landen te zijn bij elkaar te leggen. De verschillende regelingen over hobbykweken en professionele kweek bij elkaar te leggen. En te kijken of er een overkoepelend Europese regelgeving zou kunnen worden gemaakt. Maar de verwarring daarover en de grote internationale demonstratie tegen Monsanto van een paar maanden terug zorgt in ieder geval op mijn Facebook-account ervoor dat ik helemaal doodgegooid werd met allerlei aannames over Monsanto gaat dit, Monsanto gaat dat, Monsanto gaat zus. En ik denk dat is iets wat voor mij uit een enorme meerwaarde voor deze bibliotheek zou zijn, is dat er onderzoek kan worden gedaan naar de feiten. Wat gebeurt er nu echt? Want die commotie rondom genetisch gemodificeerde gewassen is enorm.
Maar vraag een boer waarom hij zaden van Monsanto gebruikt. En die zegt, als jij wil dat ik 20 hectare mais oplever, want dat is nodig voor ons voedselsysteem, dan is het wel degelijk handig om een zaad van Monsanto te gebruiken. Waarom? Omdat het heel lastig is om een akker onkruidvrij te houden. Dat is bijna niet mogelijk. Dus er zijn van allerlei kanten waarop je die hele discussie kan bekijken. Want als je het een boer vraagt, krijg je een heel ander antwoord dan dat je als je het mij vraagt. Of je krijgt een heel ander antwoord dan van een activist die tegen Monsanto is. En ik zou het heel fijn vinden om wijs van spreken aan deze tafel of iedere andere tafel die discussie wel te hebben. Ja, we gaan hem buiten zetten. Dan zijn we officieel open. Als je lid wordt, waar word je dan lid van? Wat is het? Wat is dit eigenlijk? Zo. Ik zet deze even hier. De Zadenbieb is een initiatief om mensen aan het zelf kweken te krijgen. Ja. En het is, je kan voor €5 kun je lid worden. Ja. Je krijgt dan een vragenlijst. Je krijgt 2 soorten zaden mee. Die ga je in het volgend seizoen opkweken. Daar ga je het en heel lekker van eten. En we vragen om een deel te laten doorschieten. De zaden daarvan, ja, die breng je aan het einde van het seizoen weer terug naar de bibliotheek. Uiteindelijk blijft er dus over wat goed werkt in Rotterdam. Okay, kastanjewortelen. Jij wil hier die kastanjewortelen proberen? Ja, dat is wel leuk. Zwarte Spaanse kastanjewortel heet die. Mag ik die suikermais inleveren? Ja, die mag. Dit is er wel eentje die in de categorie zaait zichzelf uit. En ze komen van een festival wat we gedaan hebben een paar weken geleden bij Roon. Ja, die is leuk, hè? Die verwacht niemand. Ik heb er zelf ook heel lang over nagedacht. Geen idee. Wat heb je ingevuld? Nou, in eerste instantie dacht ik een radijsje. En toen dacht ik later, nee, ja, ik ben toch echt een pilvrucht. Ik moet klimmen. Dus... En er is ook iemand die invulde een pompoen. Ja. Want je plant me hier en er komt daar uit. Ah, dus okay. Er zijn allemaal hele mooie metaforen eigenlijk. Yes. Succes. Dag. Deze 5 weken zijn bijna voorbij. Morgen sluit het World Food Festival en vertrekken wij ook weer. Ja. We hebben deze prachtige rollende kar laten maken. Daar gaan alle zaden in. Die gaan mee nu tijdelijk naar mijn kantoor. Om goed te drogen en om goed bewaard te blijven. Maar ons idee is wel om als een soort, ja, bijna als een soort van pop-up bibliotheek, zolang we niet een vaste plek hebben, dat hebben we niet. Zo nu en dan ergens te gaan staan. En dat kan echt gaan van volkstuinvereniging tot Natuurhistorisch Museum tot festival. De kans dat we deze kas weer neerzetten is niet zo heel groot. Omdat we inmiddels hebben gemerkt dat een kas voor een zadenbibliotheek niet helemaal the way to go is. Want zaden willen hier maar één ding en dat is ontkiemen. Ze willen droog en donker. Droog en donker. Ja. Ja, dat, dus voor deze keer als beeld staat het er heel mooi bij, maar eigenlijk om de kwaliteit van de zaden te kunnen garanderen, moet je eigenlijk wat donkerder gaan zitten, wat koeler gaan zitten.